De eiwitten in ons lichaam die uit ons DNA worden gevormd, zijn verantwoordelijk voor de opname, distributie, het metabolisme en de uitscheiding van medicijnen. Omdat we allemaal onze eigen variaties in onze genen hebben, zijn we allemaal genetisch een beetje anders. Dit maakt dat we allemaal op een andere manier kunnen reageren op medicijnen. Dopamine is een neurotransmitter die bijvoorbeeld wordt aangemaakt als reactie op stress. Het laat ons in een alerte staat. Als de stressprikkel wegvalt, wordt dopamine afgebroken door een eiwit dat wordt gecodeerd door het COMT-gen. De afbraak van dopamine is belangrijk. We willen immers niet altijd in een staat van paraatheid verkeren. Wanneer het COMT-gen een mutatie heeft die met MET wordt genoemd, is het eiwit dat dopamine afbreekt niet functioneel en zijn dientengevolge de dopaminegehalte hoger. Deze persoon verkeert in een constante staat van paraatheid. Afgezien daarvan presteren mensen met de MET-MET-variatie in normale situaties, dat wil zeggen bij afwezigheid van stress, over het algemeen beter in functies die afhankelijk zijn van de prefrontale cortex. Diezelfde personen met de MET-MET-variant reageren helaas niet zo goed in stressvolle situaties. We hopen dat deze video heeft geholpen en we horen graag van je als je vragen hebt.